Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Het is zondagochtend, het is bijna 11 uur, 5 voor 11. En we hebben zo net een ontbijtmand aangekregen van Bikini Body. Super, super, super blij mee. Hier is hem. Ik ga hem zelfs open doen. Dan kunnen jullie zien wat er allemaal in zit. Maar het is echt een super leuk conceptje. Jullie kennen Bikini Body waarschijnlijk wel van de thee detox kuren. Die we bij Totally Too ook hebben. Van de juice kuur. De juice detox en zo. En ze hebben echt super super leuke dingen op hun webshop. Dus ze hebben trouwens ook bikinis denk ik zelfs. En nu hebben ze een nieuw conceptje. De Bikini Body brunchmand of ontbijtmand. Je kunt kiezen om hoe laat je die wilt. En ja, het is eigenlijk een gezonde ontbijtmand, een brunchmand. Het ziet er echt goed uit. Ik zie van hier al granola en juice en fruit. Dus ik ben echt super benieuwd. Oké, we hebben de tafel gedekt. Er zitten dus juices in. De Mr. Green, Mr. Jones, zo'n detox water. Er zitten gembershotjes in, speldbroodjes, zalm, kipcurry, eitjes zitten erin. Wat is dat? Tonijnsla, de Bikini Body granola en yoghurt. En dan fruitjes voor erbij en een bananenbroodje. Ziet er super lekker uit. Ja, ons ontbijt is ondertussen op. En nu ben ik me even aan het klaarmaken om naar Niels te gaan. We zijn al een stuk later in de dag. We hebben niks gedaan. We hebben tv gekeken en gechilled. Dus nu ga ik naar Niels en ik ga daar blijven slapen. Dus geef ik mijn katjes nat voer, zodat ze niet te veel alleen moeten zijn op gaan. Ik vind het altijd zo, ja schatjes, ik vind het altijd zo zielig. Ik heb jullie trouwens Edgar en Cooper en altijd of lam met beef of die oranje chicken, want die met scampi's of vis eet ze precies niet zo graag, ik weet niet waarom, maar het zijn geen visliefhebbers dus. Maar ja, ze zijn maar van nu, s'avonds, alleen. En morgen vroeg ben ik alweer terug hier. Dus ze zijn niet lang alleen. Ik laat mijn katjes nooit lang alleen. Maar ik wil ze dan toch iets extra geven. Willen jullie graag eten? Alsjeblieft. Ze hebben trouwens al kattengras. En dit wat ik had gezaaid. Het is eigenlijk echt wel groot geworden. Echt hoog, maar ze eten het niet, ze komen er niet aan. Allee, ze spelen ermee, maar ze weten niet echt wat ze ermee moeten doen. Dag baby's, tot morgen. Love you. Ik ben trouwens ook nog wel een bad geweest. Ter ontspanning. En ik ben een nieuw boek aan het lezen. Morning Medicine. En het is echt een heel leuk boek voor hoe je zo'n goede ochtendroutine kunt ontwikkelen. En blijer kunt opstaan, fijn kunt opstaan. Dus ik vond het wel een goed boek, echt een aanrader. Ik heb wel nog een paar beeldjes in bad gefilmd, dus die zal ik nu toevoegen. Oké, ik ga vertrekken en ik heb een beetje mij opgekleed, omdat de enige keer dat ik mij kan opkleden is kantoor gaan, naar Niels gaan of naar mijn ouders. Dus ik heb het ruitrokje en ruitblazertje aan van de Bershka. Zwart t-shirt is gewoon oversized t-shirt van Naked. En mijn open air boots zijn van Totally Too, maar die zijn er denk ik niet meer. Dus dat is mijn outfit. Goedemorgen, het is de volgende ochtend. Ik ben de vlog aan het monteren.
En ik besef dat ik hem niet heb afgesloten. Dus bij deze ga ik de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zie ik jullie snel weer.